is leuk. Je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 21. En dat is van maandag 20 mei tot en met zondag 26 mei. En als dan een kaart schudt om te kijken wat deze week voor de vissen in petto heeft. En dan lijkt het vissen alsof het een hele warme, liefdevolle week wordt. Wel moet je een beetje uitkijken dat je niet te veel gaat doen, blijft doen. Je lijkt wat tijd te nodig te hebben voor jezelf en daar ga je soms echt wel wat aan voorbij. Ik heb het idee dat je dingen heel graag in evenwicht wil houden. Maar het is op een gegeven moment is het heel veel dingen die je wilt doen. En er zit best wel een behoorlijke grote groei op dit moment in je leven. En die groei, dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk wel weer best wel weer druk hebt. Of in ieder geval dat je veel dingen moet doen. En dat lijkt je aan de ene kant niet erg te vinden. Want het is ook natuurlijk een stuk waar je dan als mens weer heel erg van gaat groeien. Maar het is wel een stuk wat veel energie van je vraagt. En dat is een stuk dat natuurlijk heel erg dubbel kan zijn. Je lijkt echt wel te weten hoe je ermee om moet gaan. Maar probeer toch af en toe net even dat stapje voor jezelf te bevoelen van, is dit nu nog goed voor mij of niet? En hey, je weet dat je hoeft het echt niet hele dagen te doen. Daar hoef je soms maar even een paar minuten voor jezelf voor uit te trekken. Maar dat kan net genoeg zijn dat je dan denkt, oh ja, het is nu echt even tijd om even wat tijd voor mezelf te nemen. En dan kan ik morgen weer lekker voor de volle 100% erin stappen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik vind natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.